Nou, eigenlijk dacht ik dat mensen een keuze hebben, hè, om je leven te leiden. En ex-daklozen, ex-verslaafden of nog steeds verslaafden. Ik had er best wel een oordeel over. En ook wanneer ik in de stad liep met mijn dochter en zei ze: waarom vraagt die man om een euro? Zei ik: ja, hij wil niet werken. Hij kan niet werken. Hij heeft geen huis. Hij ligt hier op straat. En ik kon er niet echt goed antwoord op geven. En in het politiewerk treed je ook op. Iemand belt, zegt: ik heb last van iemand anders. Die ligt voor mijn etalage. Is niet goed voor de omzet. Hij moet weg. Je treedt op. Mensen worden uit huis gezet. De woningcorporatie zegt van: iemand moet eruit. Politie, ik heb jullie hulp nodig. En je staat dan vaak aan de andere kant. Mm-hmm. Of, ja, nu sta ik aan de andere kant, maar toen stond ik aan de politiekant. En ik wilde ook wel wat met dat oordeel. Ik dacht, er moet meer achter zitten. Ja. En ik was heel nieuwsgierig. Maar was jouw oordeel dan van: het is hun eigen schuld, ze handelen, ze hebben een keus gehad en ze kunnen... Wat? Ja, ik schaam me ook ergens wel om dat te zeggen. Maar ik heb dat vaak wel zo gehad. Dat gevoel van: ja, je hebt ergens een afslag gemist. Doe nou maar gewoon je best om weer terug te komen. Ja. Ja. Doe gewoon je best. En dan snap ik dat niet iedereen gelijke kansen heeft. Maar in Nederland hoef je toch niet op straat te leven. We hebben hier toch uitkeringen, we hebben allerlei toeslagen. Kom op, moet toch kunnen. En wat wilde jij, want nu ben je, je bent geen agent meer, je bent presentator. Wat wilde je met deze serie onderzoeken? Want je gaat echt lang naar allerlei verschillende containerdorpen in het land. Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Deels naar mezelf toe, gewoon om mezelf te verrijken. Want ja, ik ontmoet prachtige mensen, zoals Laura. Maar ook om te laten zien dat de mensen waar we met een boog omheen lopen, dat het eigenlijk misschien helemaal niet zo terecht is. En omdat we er met een boog omheen lopen, of we ze wegzetten en niet naar willen kijken, dat we het probleem misschien wel erger maken. Hmm. En ik denk dat ook hierbij het voor iedereen fijn is als we een veilige samenleving hebben, door juist te kijken van: hoe kunnen mensen weer meedoen, of in ieder geval een menswaardig bestaan leven en leiden. Ja.